BTW op nutsvoorzieningen was, er was inderdaad de afspraak dat de BTW bij de introductie in december, dat de BTW op nutsvoorzieningen uitgesteld zou worden met een half jaar. Die uitstel is ook geweest en die periode is verstreken. Dus de volledige BTW, zoals dat bedoeld was in januari, die is inderdaad in werking getreden. Niemand merkt er wat van. Niemand heeft er iets van gemerkt, maar je ziet ook dat soms maken mensen zich zorgen van, gaat het niet een groot probleem opleveren? Nee, het gaat geen groot probleem opleveren. En wat ons hierbij helpt, is de geleidelijke koersdaling. Omdat dat helpt ook om de prijzen bij de EBS gewoon omlaag te krijgen. De EBS heeft als referentieprijs de officiële koers nu. Maar als die omlaag gaat, worden die inkoopprijzen ook wat lager. En ik zal niet zeggen dat iedereen hoeft, hoe heet het, moet juichen om alles wat er gebeurt. Maar soms heb je een beetje geluk. Het regent weer, het stuwmeer vult weer. We kunnen weer wat goedkopere energie aanleveren. Hier zijn goede zaken die aan het gebeuren zijn. Ook over de BTW zijn goede meldingen te maken. Wij zeggen we moeten dat vasthouden. Dat dus de BTW doorgaat. En je ziet dus ook dat die verschuiving werkt. We hebben namelijk de inkomsten en de loonbelasting, je ziet dat dat minder aan het worden is. Je ziet, we hebben ook de belastingen verlaagd op inkomsten. En je ziet dat die inkomsten bij de indirecte belastingen, dus BTW, bij consumptie, bij vermogen, dat die belastinginkomsten aan het verhogen zijn. Dat is een goede zaak. De niet-belastinginkomsten, die moeten we verhogen nog. En dus het is niet zo dat we alles wat we binnen moeten krijgen, dat we dat ook binnenkrijgen. En dat maakt soms dat de beschikbaarheid aan financiële middelen nog wat mank loopt, dat we niet al onze targets halen. De inspanningen moeten dus nog eens een stapje verhoogd worden, zodat daar alles in gerealiseerd wordt.